It's been a while, it's been a while, but I'm coming out of my shell. And I never thought I would fall in love with someone. En daar hebben we Texo. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag gewenst. Het is vandaag alweer dinsdag 1 juni. Ja, en dat is mijn maand. Ja, dan ben ik lekker jarig. Maar maakt niet uit. Ik wens jullie allemaal een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ook heb ik uiteraard Karin weer aan de telefoon. Wie anders, hè? Ja, het is nou helemaal zo. Maar we hebben een drukke middag voor het verschiet en ook een avond, want we gaan straks eerst de hondjes uitlaten. Daarna ga ik naar Mary toe op visite. En vanavond om 7 uur, nou ik denk dat jullie nog wel weten dat we vorig jaar de monumentendag hadden. Dat Karin en ik naar het carillon zijn geweest en dat Karin toen ook binnen is geweest. Dat is nu weer zo. Je mag er weer ook in. Maar het is geen monumentendag. Nee. Hij gaat iets moois spelen waar ik ook de tekst van heb. En ook andere liedjes gaat hij spelen waar je op mee kan zingen. En desnoods dansen of wat dan ook. Maar van die ene, nou dat zie je ook op YouTube terug. Ja. Ik vergeet iedere keer die naam ervan, hoe dat heet. Karin, kun jij even nakijken hoe die dans heet? Het is een Engelse benaming. Staat bij de carillon in dat verhaal. Dance Encore. Dance Encore. Ja, nou, zoek maar op YouTube naar Dance Encore. Ook is die in het Nederlands. Ik heb ook de Nederlandse tekst van Marieke. Ja, als je de video's bekijkt waar Marieke haar best voor doet, ja, dan zie je haar ook zelf in dansen en meezingen. En er is er ook één die zingt onwijselijk gek hoog. Nou, dat is Marieke niet, maar wie het wel is, weet ik ook niet. Maar oké, dance en core. En ja, gewoon lekker meedansen, meegenieten, meezingen. En dat ga ik ook natuurlijk vloggen, uiteraard. Ik ga er op de booster heen en ik heb mijn stok bij me. En met mijn stok kan ik ook dansen en lopen en doen. Dus ja, dat gaan we gewoon doen. Prettig toch? Prettig gestoord, zeggen we dan. Gewoon je vrijheid vieren. Ja, simpel. Dus ja, ik ga zo meteen lekker eerst even met het boefaffietje uit en dan, ja, jullie gaan gewoon mee, ook mijn statief gaat mee, alles gaat gewoon mee in mijn tas. Kan allemaal, dus ik zeg tot later en geniet van je dag, doe het met een lach, ik vergeet jullie niet, dus ja, we hebben ook geen verdriet, nee, alles is goed met me, ja, en met Karin ook, gaat alles goed mee. En dus, maar oké, ik zou zeggen, tot later en zwaai zwaai. Doei doei. Zo lieve vrienden, ik zit weer klaar om naar het carillon toe te gaan. Of Marianne meegaat, weet ik niet, want die heeft nog veel te veel verdriet ook. Ik ga wel even kijken bij haar. We zijn vanmiddag bij Mary geweest en die had er ook geen zin in om eigenlijk vandaag te vloggen, want het, ja... ze zag er niet uit, zei ze. Nou ja, oké, dat zie ik ook wel eens niet. Maar het maakt niet uit, nee. Daar moet je respect voor hebben. Als ze geen zin hebben, dan hebben ze geen zin. .nl Daar ligt Rijka. En de grote ligt daar. Met de kont onder de stoel vandaan. En de neusje, ja, die ligt aan de andere kant. Maar ik heb de booster nog steeds buiten staan. Die heb ik ook niet opgeruimd. Dat komt straks alweer. We gaan nog gezellig met elkaar naar het carillon. Ik ga eerst even kijken nog bij Marianne. En ik verwacht niet dat ze meegaat. Maar in ieder geval, daarna vertrekken we die kant op. Ja toch? Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Nou
lieve vrienden. Ja, ik ben even op een ander uitkijkpunt op de dijk beland dan ik normaal heen ga. Ja, we zien ook als ik het goed heb de vuurtoren daar zo. Ja, ja. En achter mij zien jullie de zee. Ja, helemaal geweldig. Maar de Corleone was natuurlijk nog niks. Ik was weer veel te vroeg. Maar ja, dan heb je hem met vogels. Ja, die wilde ik het recht te wezen. Die staat hier vlakbij. Dat valt allemaal mee. Ik kon even mijn booster strak draaien. En ik hoop dat jullie mij verstaan. Ja, het waait hier zo. Ik zag eventjes die kant op. Eventjes. Daarom zag ik een bootje. Ja. En daar hebben we Texel. En daar gaat de Texel zijn boot. Ja, helemaal geweldig, toch? Ik denk dat dat een politieboot is of zo. Ik zie dat 1, 2, 3 niet. Maar ja, ik kan het ook niet inzoomen, geloof ik. Dat moet ik thuis nog eens even uitvogelen of dat kan. Inzoomen. Ja, of dat gaat. Maar dat zal niet. Ik weet het niet. Echt niet. Nee, dat moet ik thuis eens even uitvogelen. Komt wel goed. Zo te zien is politie, ja. Politie te water, ja, ja, ja. Moet ook kunnen. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie zelf. En geniet van wat ik laat zien en laat horen straks. We zeggen, tot later. Nou, daar hebben we onze Boudewijn. En die gaat de toren in. En die gaat op dat apparaat spelen wat dan een carillon heet. Ja, precies. Je mag ook een bijaard zeggen. En ik ben er zelf een bijaard dier. Maar het zegt nooit tegen mij dat ik een klokkenluider ben, want een klokkenluider is heel wat anders. Ja. Dus tegenwoordig is dat ook een heel gevaarlijk beroep als je een klokkenluider bent. Een klokkenluider die trekt aan een touw en dan gaat de klok heen en weer. Maar ik speel op een soort stokkenklavier. Dus kan je binnen is dat is een soort piano met stokken. En ik beweeg niet de klokken, maar ik beweeg de klepels aan de binnenkant van de klok. En zo kan ik muziek maken. Mijn dochter is vorig jaar binnen geweest met het monumentendag. Oh, ja. Maar ik ga er echt niet naar binnen te klimmen. Ik kan niet. Ja, maar ook dat die kan naar beneden. Ja, dat gaat niet, want je moet ook weer naar boven. Ja. Maar ik ga mijn stok even erbij pakken. En dan kom je elkaar hier bij de carillon tegen. Ja, ik ook. Ja, we wonen precies tegenover. Nou, mijn schoonzoon komt uit het... En nog zelfs een stadboot blijft er niet in. Het tuimelt er zo. Ja, dat is geen. Nou, en deze mevrouw, deze komt ook kijken. Al dat is even omdraaien. Draaien. Zo. Is er altijd. U komt wel op YouTube. Oh, dat geeft niet. Oh, dat geeft niet. Nee, alles komt op YouTube. Ik ben toch berucht. Ben een vlogger. Ja, ik ook. Ben. Ja. 7 zussen, allemaal heks. Ja, ik ook. Geweldig. Staat me bezig. Kijk met de deur. Kijk maar, hè. Ja, helemaal geweldig. Met Halloween. En dat weten mijn volgers ook. Dat weten mijn volgers ook. Hek langs mijn booster aan weerskanten een bezemsteel. Zo'n heksenbezem. En ik heb ook heksenkleding. Het is meer de uitleg van dat we niet voor de poes zijn. Hè? Juist. Niet zonder handschoentjes aan te pakken. Want heks, nee. Ja, maar je hebt goede heksen en je hebt slechte. Nou, nee, en ik ben de goede. Ja, maar ik ben toch de goede. Ik hou niet van kwaad en. Nee, maar kijk, iedereen dwars door de kop. Ja. Precies wat ze denken. En als ik belazerd word, meteen weet ik dat. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks. Luister mee. Hè? En luister, ja, luister mee, geniet mee, dans mee. Ja, ik heb hier de dansmuziek. Ik heb hier de tekst. Ja. Dus
Dancing White Me. Ja, dus tot zometeen. Dat was kort en krachtig. Dat is een voormelodietje. Hij speelt ook even iets voor iemand die gisteren overleden is plotseling. Ach jeetje. Kennis van hem. Ja, maar nou. Kennis? Dat was bij hem in les. Erbij, ja. Zie je dat het 7 uur signaal? Ja. Daarna begint. Mijn briefje waait weg. Nou kom op, dansen. Ja. Wat dansen kunnen we wel. Ik heb tenminste in een eentje. La 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 la
mooi, hè? Ja, maar dit was nog mooi. Bijna net zo mooi doorbellen. Dit is een bingo. Ja, maar ik ben een heks, hè? En een vlogster. Ben je een vlogster? Ja. Oh, ik weet het alweer. Ik heb ook... We hebben elkaar eerder gezien. Ja, klopt. Jawel, hè? Bij de Molenstraat daar. Ja, echt een vlogster bent u. Ik zie meteen. Alles. Dan ben je een beetje banaan dan nog wel. Ja, zeker. Lieve vriend, ik ga er even bij zitten. Ja, prachtig. En nou dacht ik dat ik mijn broer zag lopen. Jullie komen wel op YouTube, hè? Onder welke naam? Kom zo bij jullie. Oh, lekker.
Corina met IE, dus C-O-R-I-E-N-A. Ja. En de Beestenboel. Corina's Beestenboel. Corina en de Beestenboel. En Corina en de Beestenboel. En Corina is met IE. Op YouTube. Ja. Wij zaten. Okay. Kijk, ik ben aan het filmen. Okay. Die komt er gewoon op. Simpel. Ik ga het even opschrijven. C-O-R-I-E-N-A. C-O-R-I-E. N-A. En de Beestenboel. Hij moet hem nog een keer doen, hoor. En er is maar één zo gek met blond haar. Een oude foto die mijn man er nog in heb gezet. Je komt via de zijkant in. En een oude bril. Ja, in het berichtje. Zij heeft maagd. Dank u wel. Graag gedaan. Eventjes natuurlijk je abonneren en liken. Als je iets niet leuk vindt, mag je ook dat doen. Maar zet er dan wel een reactie erbij van waarom je het zo doet. Want dan leren we ook. Ik ging net zo. En ik had... Oké, prima, hartstikke leuk. Maar dan kunnen ze niet meer. We hebben een bootje. Is het eens even rust, pauze of zo? Nee, hij gaat gewoon. Hij moet even opzoeken. Hallo. Nou, ik doe hem wel even uit. Flink ingezond, hè? Gaan jullie de klok ook dichterbij zien? Ik had de klokken ingezond. Ja, ja. Ik weet niet eens hoe laat het is. Ik doe je weer even uit, vrienden. Ja, want ik ben moe. Het is
Nou, lieve vriend, ik heb mijn andere jas aan mijn bellen getrokken, want het begint kouder te worden. Ja. Ja, toch Karin? Romaya! Ik heb koud en ik krijg kramp in mijn vingers om jullie vast te houden. Dus ja, we gaan gewoon weer er vandoor. We hebben het mooiste gehoord, denk ik. Ja, er zal nog wel meer komen, maar ja. Er komt ook eens een keer een eind aan. En mijn beestjes zijn ook alleen. En die waren vanmiddag ook al alleen. Dus we gaan gewoon weer met die banaan. We zeggen tot de volgende keer maar weer. Zo, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja, het werd behoorlijk koud ineens. Dan moet je ook niet langer blijven. Er gingen er al meerdere naar huis, zag ik. Ik was niet de enige. Het werd gewoon veel kouder. De wind van Afzee kwam opzetten en die blaast dan over die dijken. Ja, en dan heb je het zomaar. En je wilt ook niet ziek worden, nee. Maar het was gigantisch mooi, hè. Ja, echt waar. Maar ik kon helaas niet echt meezingen wat ik wel had willen doen, maar dat ging niet. Nee, dan had ik hem moeten prestificeren, maar ja, dat had ik dus niet eens daar gedacht. Ah, ik heb de tekst hoor. Ja, ik heb de tekst. Dus dat komt allemaal goed, dat zal ik ook eventjes op de film zetten. En dan komt dat goed. Daar zitten wat foutjes en dingetjes in, maar dat komt er wel bij. Maar dat moet ik morgen bij het daglicht even doen. En dat komt allemaal goed. Lieve vrienden, ik sluit gelijk de vlog af. Want ik heb nog genoeg te doen. Ik moet nog vlog in elkaar zetten. Ik wil televisie kijken. Ja. Zo zijn er meerdere dingen. Ik wil nog even nog een broodje erbij hebben. Ik ben moe. Echt moe.
pijn in mijn rug. Ja, ik heb een beetje, jullie weten het wel, ik heb met jullie gedanst, ja. De pres bleek zitten, ja, ze zitten een beetje zo, ja, dat kan ik ook. Maar kom op, een pintje in de vloer, ja, toch. Maar oké, het was gezellig, toch? En dat gaat ook om. Ja, gezelligheid, kent geen tijd. Maar ik heb gehoord, hij zit om de 14 dagen op dinsdagavond vanaf 7 tot 8 uur zit hij daar te spelen, diezelfde meneer. Dus ja, het wordt helemaal goed. En als ik hem dan weer spreek, ja, dan zal ik gelijk zeggen, mijn YouTube-kanaal, ja, dan kan hij naar mijn YouTube-kanaal toe. Ja, toch? Ja. Helemaal leuk. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Verlaat op de avond, welterusten, slaap lekker met mooie dromen en morgen weer gezond uit jullie bed zien te komen. Graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan!